gaan even wat diamonds hakken. We hebben nu net de fase waar we ook diamonds kunnen krijgen. Laten we even die diamond hakken. Oeh, krijgen we meteen nog een diamond. Ik heb ook een nieuwe soort van alert gedaan. Dus als er mensen volgen, komt er een leuk alertje. Ik heb dit zelf aangepast. Die mobfarm gaat echt heel snel. Dat heb ik een vorige stream gemaakt. Dat was een livestream op YouTube. En dat ik gewoon vanaf voortaan nu op Twitch ga streamen. En dat ik dan highlights op YouTube ga uploaden. We hebben nog geen naam voor deze ijsbeer. Dus als jullie een leuke naam weten, laat het dan even weten in de Twitch chat. Of als jullie het achteraf bekijkt als video op YouTube, laat dan weten in de reacties. Oh nee, dolfijnen. Wacht. Ik moet even iets maken. Nu zijn die zeewezens er. Ik maak een soort van zwembad. Of ja, eerder een soort van aquarium voor de vissen. Het is dan ook voor tijdelijk voor met deze blokken. Aangezien ja, ik heb niet veel andere blokken over. Oh ja, dat is een alertje van een volgers. Ik weet niet wie het was, maar GamingSB, bedankt voor het volgen. Nu zijn het wel even korte dagjes. Het wordt wel heel snel donker rond deze periode. Maar oeps, nee. Nou, oeh. Rip. Al mijn items kwijt. We zijn alle levels kwijt, maar het handige is dat we nu een XP farm hebben. Het gaat echt heel snel. In de vorige stream kwam ik erachter dat ik nog Keep Inventory aan had staan. Maar dat heb ik voor, net voor deze stream weer uitgezet. Dat maakt het weer iets leuker. Oké, dus nog best wel lastig te bouwen. Nu gaat het even wat makkelijker zijn. Ik ga toch dit blok gebruiken. Ik ga morgen wel waarschijnlijk veel moeten studeren. Want volgende weken zijn er toch wel wat testen op school. En daarvoor moet ik toch wel wat studeren. Eigenlijk zou ik ook iets moeten doen met deze kisten, waardoor alles een beetje gesorteerd is. Ik ben benieuwd welk level ik ga worden. Level 15 gewoon nu al. Het is nog best wel lang geleden dat ik nog eens in het echt gezongen heb. Ik denk nog van voor de coronatijd dat ik eens een gezongen heb. Zouden we hier ook in kunnen vissen of is dit niet groot genoeg? Ik denk dat het wel de doel moest zijn om hier te kunnen vissen. Ik kan eigenlijk wel benieuwd hoe die nieuwe update er gaat uitzien met die alle caves geüpdate worden. Ik ben benieuwd wat er bij de volgende fase gaat gebeuren. Oh nee, is zo'n Elder Guardian. Pakken hem. Ja, die zien we nooit meer terug. Ik weet niet of we wel wat kunnen met zoveel sponges, want... Oh ja, Squid, doe weer het water in. Water. No! Oh ja, dolfijn. Ja, ik ga het water in. Yes, we hebben een dolfijn. Ja, hopelijk blijft hij wel even in het water. Maar ja, de missie is al een soort van geslaagd. Ik wou op zijn minst één dolfijn hebben. En die hebben we nu ook. Wat hebben jullie eigenlijk gedaan met Halloween? Ik heb eigenlijk niks gedaan met Halloween. Enkel wat films gekeken en zo. En oh ja, daar heb je weer zo'n Guardian. Toch geen level 30. Nee, mijn dolfijn. Wat doe je? Ga het water in. Water. Kunnen die op het water overleven? Op het land overleven? Ik weet het niet, maar... Ik heb liever dat je het water in gaat. Oh nee. Nee! Nee! Rip dolfijn. Ja. Kan je ook van die bricks walls maken?
Ja, dat gaat. Oké, dus dit wordt dan nog de extra beveiliging voor onze zeedieren. Even F in het chat voor die dolfijn. Ik ga even mijn vis hier zo plaatsen. Oh ja, dat is zo'n vis die gevaarlijk is. Met zo'n potion effect. Wat? Oké, deze keer haal ik het water wel. Oh nee. Hoe komt dit? Ja, ik snap er helemaal niks van. Oh ja, schildpad kan misschien ook wel in het water komen. In het water gaan ze echt heel snel. Ik moet ze er gewoon even naar daar zien te duwen. En zie je, nu gaat hij echt heel erg snel. Dat is zo of ja, geen hek is eigenlijk. Een poort maken. Ik heb er iets te veel gemaakt, maar dat maakt niet uit. Ik zit gewoon te wachten tot er weer een dolfijn spant of zo. Ja, net spant er een. Dit mag niet van mijn eiland vliegen. En die valt er ook weer af. Oplossen. Moet ik oplossen. Nu gaat er geen enkel dolfijn meer naar beneden vallen. Deze kisten zijn echt een rommel. Maar maakt nu niet uit. Zodra ik een huisje heb, kan ik daar ook een kistenkamer maken. Dan is alles een beetje geordend. Nu is alles zo een beetje bij elkaar gepropt. Ja, dolfijn. Please, ga erin. Zwem. Hoe doe ik dit het beste? Moet dit hier open doen? Nee! Dolfijn, je gaat nergens heen. Dit moet ik even afblokken. No! Water! En dat is al, ja, de zoveelste dolfijn die doodgaat. Blijkbaar gaan die dan toch dood. Ja, dit mag even weg. Of laat ik het nog even staan. Stel dat er weer nog zo'n dolfijn komt die weer naar daar wil springen. No, we gaan nooit een dolfijn krijgen. We zitten in de volgende fase. We hebben 13 volgers. Mijn doel is ongeveer net voor 2021 de 20 volgers te halen. Ik vraag me eigenlijk af, hoe lang denken jullie dat deze corona situatie nog duurt? Ik denk nog tot de zomer van 2021 of zo. Maar het is toch wel even deprimerend als je opeens die nieuwe corona-statistiek bekijkt met alle nieuwe besmettingen. In juni en ongeveer in het begin van de zomer ging het weer even de goede kant op. Maar dan sinds september gaat het wel heel erg slecht. Komen er steeds veel meer besmettingen bij. Ik denk dat ik mijn huis hier ga maken. Ik denk dat ik stilaan hier ga stoppen. Bedankt voor het kijken. En als jullie het herbekijken als video, kun je er ook een highlight video van maken. Laat het dan een blauw duimpje achter. En dan zie ik weer terug bij een volgende video of livestream.